Limburgs is een hondencentrum, dagopvang en therapiecentrum. Een therapiecentrum, wat moet ik me daarbij voorstellen? Mensen die problemen hebben met hun hond of honden die problemen hebben met hun baas. Die komen bij ons en die proberen we te helpen en dat lukt heel vaak. We gaan de hond observeren en aan de hand daarvan gaan wij bepalen waar het probleem zit. Dan krijgen de mensen hun handvaten mee. Ja. Even kijken. Waarom brengen mensen hier nou hun huisdier naartoe? Heel arrogant, omdat wij de beste zijn. Ja. Is gewoon zo. Wij zitten met 4 of 5 mensen er continu bovenop. We houden van ze. We behandelen ze alsof het onze eigen honden zijn. En we werken niet met kennels. Als ik een hond in een kennel moet doen, neem ik hem niet aan. Zo simpel is het. Geen enkele dag hier is gelijk. Dat is ook leuk aan dit werk. Je weet nooit wat die dag brengt. We weten welke honden er komen, maar als twee bazen elkaar 's morgens bij de kop hebben gehad, zoals wij dat noemen, als baasje en vrouwtje ruzie hebben gehad 's ochtends, merken we dat hier een hond, dus dan kan die heel chagrijnig zijn of heel erg uitgelaten of een ongeleid projectiel. Maar dingen die de baasjes meemaken hebben invloed op hun hond. Dus zoals wij nooit elke dag hetzelfde zijn, is geen enkele hond elke dag hetzelfde. Het zijn allemaal lekkere individuutjes. Mag ik heel eerlijk antwoord geven waarom ik dit zo fantastisch vind? Je hebt heel weinig met mensen te maken. En een hond is altijd eerlijk. Een hond is nooit slecht gehumeurd. Een hond is nooit... oordeelt niet. Dus of ik nou goed in de make-up zit of niet, het interesseert hem geen biet. En of ik nou mijn kont heel dik heb of heel dun, dat interesseert een hond geen biet. En dat is gewoon heerlijk. Je kunt hier gewoon jezelf zijn. Dat is gewoon fijn. Een heel actueel onderwerp is nu natuurlijk de energiecrisis. Daar moeten we het toch even over hebben. Ja. Merken jullie dat er meer mensen zijn die het toch niet kunnen betalen om een hond naar de dagopvang te sturen? Nog niet. Nee? Maar ik denk wel dat dat gaat gebeuren. Ja. En hebben jullie het er ook moeilijker mee nu om rond te kunnen komen? Op dit moment nog niet. We zijn bezig met een nieuw dak erop te zetten waar zonnepanelen op kunnen. En wij verwarmen buiten door middel van houtkachels, dus dat scheelt. We hebben een heerlijke binnenruimte met allemaal banken. Waar ze op mogen, waar ze onder mogen, waar sommigen op de rugleuning mogen liggen. Dat moeten ze allemaal zelf weten. Het gaat ons er vooral om dat de hond zich lekker voelt. Want voelt een hond zich niet lekker, ja, dan krijg je dus dingen die je niet wilt. Wat voor redenen horen jullie dat mensen zeggen van nou, mijn hond moet overdag naar de opvang? Werk. Meestal is het werk, ja. Ja, en er zijn een aantal die doen het gewoon omdat ze het leuk vinden voor hun hond. Ja. En het is ook leuk. Ja. En zo heel af en toe hebben we een therapiesessie waarbij een hond het gewoon nodig heeft om te socialiseren en wat zelfstandiger te worden. Dus die hebben we dan, nou, misschien een maand, 2 maanden, hebben we die 1 à 2 keer in de week in de dagopvang. En zo'n hond wordt daar sterker van, krachtiger. Ja.